We gaan richting het zuiden van Suriname, want afgelopen zondag vond de opening plaats van het Atjoni ziekenhuis. En volgens minister Amara Madin is de opening van dit ziekenhuis heel belangrijk, want overal in het land moeten Surinamers kunnen genieten van kwalitatief gezondheidszorg. We hebben een fragment gemaakt van enkele mensen die het woord hebben gevoerd. Dus we gaan terug naar het moment van zondag. A personeel voor atonso disi. Ja? Kawroko preventief. Preventief. En dat die minister voor gezondheid en directeur Genti van MZ voor kan potipje zo roko. Gafesi voor net ik die bij de Chimbo in Begroko dat mimit ja dokter Miet Dekker jaren 60 afro dat bij Libi Apoli dat bij Gona Bakase pedes maar bij de Chingo voetak de noma vaccineren attack suma me ko teken ay go die adres drap in naar Benelang preventief asma dat bij Begroko en dat a personeel voor Atau sedisi, kau roko ook tu preventif. Puka forkom dat siki ma kun doje na atau so wan moro siki ma moro na sri baneti. Wi breti anga apis ontwikkeling disi. And we hope taki a atau so disi de wan uitkomst Mino hope ou no hope ou sap tak a atoso dis de wan outcomes no so so fou bou fou Suriname. Ma efi look a geografische looking fou poki grong snel bereikbaar voor medische zorg is Dritabiki is net hier om de hoek maar alleen kan je die lopen naartoe. Matawai is net hier om de hoek maar je kan niet lopen naartoe. Je bent verplicht om te rijden in een auto. En dan mi hoop directeur Noordzee dat heel binnenkort alleen voor zorgen we kapitie zo snel en moro effectief dat een helikopter president kan zorgen dat een helikopter kon ja als zorg voor een gebied. En als medische zending zijn we blij en trots. We zijn blij dat we eindelijk zover zijn dat we in dit gebied het eerste ziekenhuis in het binnenland van Suriname mogen verwelkomen. We zijn blij dat vandaag een tweede lijns gezondheidszorginstantie haar intrede doet in het binnenland van Suriname. We zijn trots omdat we langer dan 250 jaar zijn we bezig, de MC zei het, zijn we bezig in dit gebied om vorm en inhoud te geven aan de gezondheidszorg voor de populaties in het binnenland. Langer dan 250 jaar. En het is zover. We zijn trots omdat met onze rijke geschiedenis van gezondheidszorgdiensten leveren aan mensen die wonen en werken in het binnenland, zeg maar de tribale volken en de mensen die in stamverband wonen. Met die rijke geschiedenis zijn we vandaag hier met open armen om het ziekenhuis te verwelkomen. In ons werk hebben we altijd rekening gehouden van we zijn de enige bieder van gezondheidszorgdiensten in het binnenland. Dus we moeten uitgaande van de behoeften en de wensen van de gemeenschap proberen om zoveel als mogelijk inhoud te geven aan die wens. Dat heeft ons gedreven om ook ons te begeven buiten onze grenzen, de eerste lijns gezondheidszorg. We moesten uitgaande van die behoeften, ook ziekenhuisdiensten verlenen aan de gemeenschap. Denk maar aan onze rijke geschiedenis. Ja, ja dan de ziekenhuis, dit zo ver van hier, Jumu. Maar ook Johannes King ziekenhuis in Stoelmans Eiland. Wij hebben ons gespecialiseerd in preventie. DC, als we praten over preventie, meneer Jeru,
Als we praten over percent, ik kan komen naar MZ. We hebben het in huis. En we zijn blij dat het ziekenhuis er is, want mensen zullen het ziekenhuis gebruiken. Maar als we kunnen voorkomen dat mensen het ziekenhuis aandoen, dan zijn we blijer. Maar mensen zullen ziek worden. Vandaar dat we blij zijn dat het ziekenhuis er is. Mensen zullen tweede lijns gezondheidszorg nodig hebben. Dat is altijd zo. En we zijn blij dat het dicht bij huis is. Wat is de rol van MZ? Omdat heel wat mensen zeggen van MZ, zou je doen? Wat ziekenhuis ik kom, van je doen? Nee, we zijn blij. Want we moeten inderdaad een aantal diensten afstoten. Want het is niet onze core. Het is niet datgene wat we willen doen. Maar we hebben dat gedaan. Dus we zijn blij dat de anderhalve lijn zorg die bij ons zit, wordt afgestoten naar het ziekenhuis. Daarom waren we heel snel in het plakken van het ziekenhuis bij MZ. We hebben heel snel een intentieverklaring getekend. We hebben heel snel een overeenkomst getekend van hey, we zijn blij dat jullie er zijn. Laten we kijken hoe we samen gaan werken. Dus we verwelkomen het ziekenhuis in het gebied. Ik moet toch wel een paar dingen aangeven aan het ziekenhuis, maar ook aan de gemeenschap. Denk eraan, je gezondheid is belangrijk. Niet je ziekte. Je gezondheid is belangrijk. Zorg ervoor dat u zo lang als mogelijk geen gebruik hoeft te maken van het ziekenhuis. Het is niet makkelijk om een ziekenhuis te runnen. Ik zei het al, we hebben ervaring om een ziekenhuis te runnen in het binnenland. Het is niet makkelijk. Het is een grote uitdaging. Ik ben blij dat de minister hier is. SZF is hier. Iedereen is hier vertegenwoordigd om dat te vergemakkelijken. 2, ga efficiënt en effectief als mogelijk directie van het ziekenhuis met de middelen die u gaat krijgen. Dat wat u niet hoeft te doen, hoeft u niet te doen. Uit de oriëntatie is gebleken, heb ik ook eerder gezegd, dat ik erg onder de indruk was met betrekking tot de werkzaamheden die hier opgezet zijn. U gaf ook aan met betrekking tot de tweede lijn, vanwege ook het kostenaspect om naar de stad toe te gaan. De vervoerskosten zijn best wel heel hoog en de afstand ook naar de stad. Wij als SZF hebben dit ter harte genomen. Wij hebben dan een agreement, een overeenkomst met u al klaar liggen. Dus dat wil ik u wel hierbij mededelen. Dat u de overeenkomst met het SZF, het grootste zorgverzekeraar, maandag wordt het naar u toegestuurd. Waardoor wij samen een overeenkomst gaan tekenen met u. Dat ik beloofd heb. En ten tweede, tijdens onze oriëntatiemeeting had u ook aangegeven met betrekking tot een SZF-post permanent hier bij het streekziekenhuis. Natuurlijk in samenspraak met SOSAVO. Binnen het SZF hebben we dit al bekeken. En ik kan u mededelen dat wij groen licht hebben gegeven binnen SZF om daaraan te werken. De implementatie zal samen met SOSAVO op gang worden gebracht. Om zeg maar de ruimte die u heeft aangegeven aan ons, om daarin dan permanent een post te plaatsen. Dit is meer voor de BASO-kaarten die eerst goedgekeurd moeten worden door BASO en dan verstrekt zullen worden door het SZF voor de gemeenschap. We staan nu op eigen voeten, onder auspiciën van volksgezondheid, waaronder we vallen. Weet dat de directeur van volksgezondheid ook niet slaapt, want day and night ben ik bij hem om zaken te regelen zodat het goed gaat met Adjoni. We hebben alle gestolen zaken weer aangebracht. We hebben een lab aangebracht, een laboratorium. U zult straks getuige van zijn. Er is een apotheek. De labdeskundige meneer Levy is ter plaatse. De apotheker mevrouw Mania is hier. De medewerkers van Adjoni gaat verpleegkundigen zien. Overige medewerkers van wasserij, van de keuken, een schoonmaak, een onderhoudsteam die ervoor gezorgd heeft dat we vandaag nu hier eigenlijk zo mooi binnen zitten. Daarnaast hebben we heel wat donaties gehad. We hebben van de heer Iwan Elwani wat donatie gehad. Dat is de meneer van Jerusalem Bazaar Pacific. De minister heeft ervoor gezorgd dat uit het Japans fonds wij heel wat equipment ook hebben gehad. Hemet heeft ons bedden gegeven. En als u voorin kijkt toen u binnen reed, zijn er 2 ambulances met volledige uitrusting
die hebben we gehad van het vroegere IAM Gold, nu Sijen Roosevelt Gold Mine. We hebben ontzettend veel ondersteuning gehad. Het kuurproject van Newmont heeft ons heel wat equipment ook geschonken. En met al de middelen die het ministerie naar elkaar heeft geschraapt, hebben we ervoor gezorgd dat Atjoni er staan. Al deze medewerking is een heel sterke moment voor ons. En voordat we naar hier zijn getogen, heeft Atjoni niks aan een toeval overgelaten. We hebben met alle ziekenhuizen gesproken. We zijn helemaal naar Nikeri gegaan om met MMC te praten. We hebben met academisch ziekenhuis gesproken. We hebben met Diakonessenhuis gesproken. Met RKZ gesproken. Met Wanika Hospitaal. Met Marina Hospitaal. Ook die hebben het bestaansrecht. Marina Hospitaal. En met vakantiedialyse en medische centrum hebben we al geformaliseerd. U mag ook weten dat we denken aan dialyseren hier. Voor de toekomst. Dat we de mensen waar ook ze mogen zitten kunnen helpen. Vergeet niet, dienstbaarheid aan de mensheid is het hoogste levenswerk. Ook gaan we niet uit de weg voor kritiek. Dat is ook opbouwend en dat is nodig om ons wakker en scherp te houden. Bij deze feliciteer ik vandaag namens het totale bestuur van streekziekenhuis Atjoni, de gemeenschap van Atjoni, maar vooral de totale samenleving met deze mijlpaal. Een ziekenhuis is altijd overal nodig. En Atjoni, u heeft het gehoord van meneer Noordzee, onze algemeen directeur, hoe nodig het was en hoe hard het team heeft gewerkt in het kader van decentralisatie en in het kader van diensten brengen naar de gemeenschap toe. Het openen van het ziekenhuis is sowieso een grote boost voor de gezondheidssector. Vooral in deze tijd waarin wij leven en wij extra moeten gaan letten op elkaar en op onze gezondheid. Ook doe ik een oproep aan de gemeenschap van Pukkigrong dat ze ons blijven volgen indien er zaken zijn dat aangeven. Wij vooral positief nieuws krijgen, toch? En steeds werken aan verbetering. Het bestuur zal ten alle tijden alle ondersteuning geven waar nodig aan het team om zoveel mogelijk kundig werk te verzetten en zo de gemeenschap te kunnen dienen.